Het zijn moeilijke tijden. De oorlog in Oekraïne en de naweeën van de coronacrisis zetten de levensvatbaarheid van heel wat bedrijven onder druk. Een economische inzinking is heel dichtbij. In deze bijdrage zoeken we uit hoe ondernemingen kunnen omgaan met dalende marges, hogere kosten en prijsverhogingen voor klanten. Een belangrijk startpunt is zich af te vragen wat primeert: de operationele marge of het marktaandeel. De marge geeft weer hoeveel men overhoudt nadat men van de omzet alle kosten heeft afgetrokken. Het is een maatstaf voor de winstgevendheid van een bedrijf. Wanneer men hogere kosten niet kan doorrekenen aan klanten, dan gaat men onvermijdelijk interen op de marge. Die manier van werken kan nodig zijn wanneer men niet genoeg marktmacht heeft om hogere prijzen te bedingen bij die klanten, maar eventueel ook omdat men gewoon geen klanten wil verliezen. Dat laatste leidt er dan toe dat men meer kans maakt dus om het marktaandeel, het deel van de klanten in de markt dat men bedient, te behouden of zelfs uit te breiden. Specifiek voor wat onze eigen bedrijven betreft kunnen we meegeven dat in een bevraging van Etion en Crion 1 op de 3 respondenten aangaf dat ze vandaag inleveren op hun marges om hogere prijzen voor klanten effectief te vermijden. Uiteraard met heel veel sectorale verschillen, als ook tussen bedrijven onderling. Nu, dat op zich zegt nog niets over de mate waarin er wordt geïnjecteerd op die marge. En blijkbaar zijn hier heel grote verschillen naar nationaliteit. Onderzoek wijst uit dat cultuurverschillen maken dat ondernemingen daar zeer verschillend mee omgaan. Ten gevolge van een negatieve economische schok heb je aan de ene kant van het spectrum, zeg maar, de Duitse bedrijven die veel meer geneigd zijn om in te teren op hun marges om op die manier omzet en marktaandeel veilig te stellen. En dat heeft onder meer te maken met de aanwezigheid van vakbonden in raden van bestuur van Duitse bedrijven, maar ook allerlei arbeidsmarktinstituties, zoals bijvoorbeeld ook tijdelijke werkloosheid, die gericht zijn op het behoud van de tewerkstelling en de jobs, waardoor die focus dus ook daarop meer gericht is. Eventueel in ruil voor minder snelle loonstijgingen. Dus de omzet op peil houden is voor Duitse bedrijven essentieel om de tewerkstelling te garanderen. De daling van de marge is dan onvermijdelijk, met soms 45% tot 50% is zeker geen uitzondering. Aan de andere kant van het spectrum zitten dan die Angelsaksische ondernemingen. Bijvoorbeeld in de Verenigde Staten blijft zo'n daling van de marge meestal beperkt tot 25%, met dus meer omzetverlies en drastische kostenbesparingen, vaak op werkgelegenheid, met herstructureringen en collectieve ontslagen. Andere landen zitten daar ergens tussenin. In Chinese en Japanse bedrijven bedraagt de daling van de marge 40%. Europese bedrijven, zoals ook België, zitten daar dan net iets onder. Het is dus eigenlijk voor een onderneming zaak om te bepalen waar men zich bevindt op dat spectrum, al of niet noodgedwongen door omstandigheden en de marktmacht, maar ook waar ze zichzelf wil bevinden. Wat is er van belang? Wat is de visie? Wat is de prioriteit? Marktaandeel of marge? Dat zegt ook iets over het waardekader van een onderneming. En meer concreet kun je dat vertalen naar ja, wat zijn de prioriteiten voor ons? Jobs voor onze medewerkers, de winst van de onderneming, de service voor de klant, de kwaliteit van onze producten, het respect of de samenleving. Dus dat geeft dus toch wel heel wat stof tot nadenken. Nu, los van dit waardekader staat veel bedrijven vandaag het water aan de lippen. En de druk om prijsstijgingen door te voeren is dan ook immens groot. En in onze bevraging hebben wij gepeild naar de wijze waarop bedrijven daarmee omgaan. En ook hier zijn verschillende mogelijkheden. 68% van de bedrijven speelt eigenlijk of probeert open kaart te spelen met klanten over die situatie en tot een vergelijk te komen. 35% beroept zich op overmacht om hogere prijzen te bedingen. Zoals eerder aangegeven, teert 30% in op de eigen marges. En tenslotte, ja, inboeten op kwaliteit of een latere levering zijn feitelijk in beide gevallen de uitzondering, met slechts 5% van de bedrijven of respondenten die dat aangeven. Het feit dat bedrijven met elkaar in dialoog treden is heel goed en ook belangrijk, want het verhindert dat de betaalketting helemaal komt vast te zitten. Essentieel is dat men in zo'n overleg alle kaarten op tafel legt. Elkaars situatie kennen is essentieel om ze te kunnen begrijpen. Transparantie is nodig om tot vertrouwen te komen en een akkoord. Die openheid is niet alleen van belang bij het onderhandelen van hogere prijzen, maar ook bij het negociëren en eventueel hernegociëren van levertermijnen.
de logistieke ketens is nog altijd, of zijn nog altijd heel sterk verstoord. Bedrijven proberen creatief te zijn met het aanleggen van stocks en het verschuiven van planningen. Maar omdat iedereen dat probeert, zit men ook hier vlug op een doodspoor. Daarom is het ook van belang om hier de dialoog aan te gaan tussen klanten en leveranciers. En 88% geeft aan dat ze die dialoog daadwerkelijk opzoekt. Maar 53% geeft ook aan dat ze zoeken naar andere leveranciers. Ten slotte is 45% bereid om meer te betalen in ruil voor een tijdige levering. Over de wijze waarop bedrijven omgaan met dit soort netelige vraagstukken, kan u altijd bij ons terecht voor meer informatie of achtergrond.